Yo, welkom mensen bij deze gloednieuwe vlog. Ik sta hier boven op de silo, even heel voorzichtig naar beneden. Zo. Oh, oeh, dat deed een beetje pijn aan mijn voeten. Dat was echt maar, niet voorzichtig. Nee, dat was inderdaad niet voorzichtig. Ik gleed uit. Jezus. Ik heb mooie schoenen, net zoals die van Dave. En die van mij die hebben dan nog zo'n memory foam erin. Dus dat doet dan iets minder pijn aan mijn enkels. Maar, Dave die heeft samen met mij hebben we hier zo dat veld wat we vorige keer hebben gemaakt. Nou, niet zo rennen. Oké. Ja, dat kan. Vorige keer ook al gebeurd, overleeft hij wel. Even kijken, waar is het hek? Nog steeds niet op deze boerderij, niet normaal, joh. Nou, dan maar even klimmen. Ja, top 2. Zo, hoppa. Gelukt. Nou, hier zo. Hebben we dit helemaal gemaakt. Het is weer klaar om te oogsten, maar weet je, we hebben nou wel genoeg in de kuil liggen. En dan kunnen we makkelijk, hier zo de kuil hebben we nu ook dicht gedaan, kunnen we makkelijk hier zo wat inzaaien, zodat we dat kunnen gaan oogsten over een paar dagen. Kijk, hier, de kuil, helemaal vol. En, zoals ik vorige week al had gezegd, er is een nieuwe graafmachine. We hadden natuurlijk die andere al. En nu hebben we dit bakbeest. Een Liebherr R926. Het is toch ook een machine niet normaal. Zo'n mooi apparaat. Nou, Dave, koppel jij de designmachine achterop jouw trekker aan? Oké. Dan ga ik jongens alvast. Ja, we hebben nog steeds toegang. Designmachine. Die grote apparaat naast de shovel. We hebben nog steeds hier zo, ik edit wel eventjes het beeldscherm van mijn telefoon erin. Hebben we, even zo, combines. Oogmachines, combines, allemaal zo. Dan gaan we even kijken. Dave, welk merk combine zouden wij graag willen? Alles behalve Kees. Michael Kees? Casey? Nee. Kees? Nee, Kees die is er niet. Kees doet niet mee vandaag. Zullen we De Porto? De Porto, ja, die staat toch aan? Anders kan ik het toch niet horen. Goed horen. Ja. Maar, zullen we voor een Rostel Mesh RSM 161 gaan? Ja, waarom niet? Is een mooi groot apparaat. GPS erop. Ja, kan. Nou, gewoon zo. Wielconfiguratie. Wat kunnen we doen? Brede banden. Is wel handig, want dan kom je ook niet vast te zitten. Ja, dan gaat die wel een heel stuk omhoog. Ik weet niet of dat wel. Ja, op zich. We hebben ook genoeg pk om alle heuveltjes te pakken en zo die, die er hier zo zijn. Dus ik denk dat dit hem wordt. Zal ik je er even heen brengen? Dat is een mogelijkheid, maar ik moet ook nog eventjes de bag bestellen. Even kijken, dit is een Rostel Mesh, maar dat is een kleintje, die is van 5 meter. Maar hier zo. Ik ren alvast heen. Nee joh, niet doen. Word je toch moe van. Ben ik goed. Kijk eens. Wel heel duur hoor, we zitten nu... We hebben wel een hele hoop geld. Weggegooid in principe, want het kon wel wat duren. Maar ik heb met marathons meegerend. Heeft hij weer met marathons? Dat doet ook, alleen hij doet dat, hè? Maar niemand doet dat. Hij wel. Pak even een klein stukje door het land van de buren. Ah joh, hey, mensen, dit is nog even, we moeten een heel stuk lopen, dus ik zie jullie bij de winkel. Nou mensen. Dit is hem dan, Dave zit er al in. Dave, doe hem eens even starten, jongen. Zo. Wat een geluid. Nou, ik stap ook even in. Zo, hoppa. Ik zou zeggen, koppel hem aan. Zeg maar aan de trailer, hè Dave? De trailer. Ja, je gaat niet met die bek toch over de straat, joh, weer gek. Tuurlijk wel. Nee joh, dat doe je toch niet. Maar het is echt een mooi ding hoor. Je zit een beetje voor mijn spiegel. Ik zit weer een beetje voor zijn spiegel.
Nou. Eens kijken, volgens mij is het zo goed. Nou. Ja? Wacht, ik moet nog heel even. Kijk, is er nog iets wat er verder nog aan moet? Nee, dat is het. Nee? Oké. Ik wil Als het goed rijden. is. Mag ik rijden? Hij wil weer rijden. Ik wil rijden. Ja, is goed. Stap er maar in. Ik gooi even de drone in de lucht, mensen. Hoppa. Dave, wat? Ik gooi die drone in de lucht en hij rijdt weer tegen een vuilnisbak aan. Wat is dit? Dave, oh. Dit is echt weer hopeloos, hè? Maar die vuilnisbak is zo mooi. Ik wil meenemen naar huis. Kijk. Naar rechts. Even kijken, komt er iemand aan? Ja, midden op de weg, even kijken, tuurlijk, joh. Komt er iemand aan? Nee. Okay. Is ook wel rustig hier, hè? Het is wel heel rustig inderdaad. Maar ja, kijk, weet je, dat is het. We wonen hier zo best wel afgelegen. Er zijn niet veel huizen. Het is voornamelijk velden en onze boerderij. En verder niks. We hebben dan Maar wel niet een. echt buren of zo. Nou ja, er staat één huis bij onze boerderij wat niet van ons is. Dat is Ik hoor van. hier rijden, ik zie geen buren rijden die ik Nee, ik ook, misschien ja. nodig hebben. Nou ja, ik weet het niet. Onze buren die, misschien dat die juist werken als wij in het weekend weg zijn of zo. Nou, dat kan. Dat ze dit als erbij doen. Dat ze één veldje hebben of Heel zo. anders. Ik moet er nog even aan wennen. Ja, hij stuurt wel heel apart, hè? Hij stuurt met de achterwielen volgens mij. Ja, klopt. Oh. Jij hebt zo geluk dat ik dit ding heb laten versterken, hè? Ja. Want ik had al tegen hem gezegd van. Als ik een combine neem, geef me alle versterkte combines. Zeg maar die wat meer extra support hebben, zodat ze Want niet. ik kan niet rijden. Want jij kan niet rijden, precies, ja. Nou, Pas op de toets. stap jij even in de trekker en dan Ja, parkeer ik maar. dit apparaat wel. Ik kan soms wel rijden. Soms. Soms. Heel Zeg soms. ik toch? Ik zeg toch soms? Ik vraag me af hoe dat je dit ding eigenlijk meer achteruit gaat rijden. Niet. Want het is een dolly, hè, vriend? Ik weet niet. Ja, dat bedoel ik dus. Drang tegen het dak. Zo, zo. Dat ging al even goed. Eerste stukje. Oh. Oeh, met de drone bijna tegen. Oeh, tegen de bek aan. Nou ja. Niet tegen de muur. Nee. Mijn ruimte. Hoop ik. Oeh, weer tegen de muur. Oh ja, voor die drone is het wel lastig, hè, met jou. Ja. Want jij kan geen drone. Je kan niet met drones vliegen. Nee, ik kan dat niet. Daar heb ik jou eigenlijk voor, maar ja. Maar ik ben niet aan het rijden. Ja. Weet je, jij mag verder rijden, dan Is goed. bestuur ik de drone wel. Oh, ik sta achterop. Ik sta tegen de muur aan. Ja, weet je hoe dat jij dit ding hebt geparkeerd? Zo. Dave, haal jij eventjes die bek eraf anders. Heel even. Wacht even, sorry. Zo. Ik haal die bek er. Stilstaan dan. Ik wil niet platgewalst worden. Nee, ja, ik verwacht ook altijd. Wat? Wat zei je daar? Nee, ik heb niks gezegd, Joe. Hoe kom je erbij? Ik sta lekker achterop. Vind ik leuk. Ja,
Nou jongens, nou ja, hier kan ik echt niks zien met de spiegels. Ik trek hem wel even. Ik gooi de drone weer even in de lucht. Moet ik even multitasken. Ik trek hem wel even. Oké, ja, trek maar. Hij staat gelukkig op wielen. Ja, wacht dan even. Ik ben me even aan het voorbereiden. Nou jongens, we zien jullie zo meteen als Dave hem even vooruit. Nou jongens, Dave heeft hem al iets vooruit gekregen. Kijk. Ja, kijk. Hop. Oké, top. Ja, laat maar. Even kijken of dat ik nu wil. Dat is waar. Hij is wel heel lomp, ja. Oh. Drone niet tegen de muur. Zo, dit ding even een beetje draaien. Zo, ja, top. Klik hem er maar aan. Zo, alsjeblieft. Wacht even. Ja, ik sta weer achterop. Hoe sta je nou weer achterop? Oh, drone. Nou, dan kan ik kijken of je... Nou, weer even de drone zo. Laat ik me van bovenaf filmen. Heb je alweer die drone in de lucht gegooid? Ja. Oppassen, we gaan nu onder dat ding door, zo om te vliegen er tegenaan. Nou, ik vind het goed zo, die combine die staat er wel mooi. Oh, oppassen. Ik wil niet aangereden worden. Nou, drone uit de lucht en mee, hoppa. Nou, alles staat mooi. Maar, nou, hoppa. Racen naar die trekker. Staat alles aangekoppeld hier, hoor. Slangetjes, alles. Ja, ik had alles al aangekoppeld. Oké, alle buizen zitten nu goed. Nou, Dave, rij maar. Waar moet die heen, meneer? Je moet naar het veld en je moet gaan inzaaien. Vandaag rijdt hij met Taxi Dave. Nou, trek Taxi Dave. Je zit voor mijn spiegel. Ik kan niet goed kijken in mijn spiegel. Je hoeft ook niet te kijken in je spiegel. Je hebt toch wel een idee hoe lang je wagen is? Je voertuig. Ik weet toch niet of dat ding tegen die hoek aankomt, omdat jouw dikke kop voor die spiegel zit. Ja, dat klopt. En ik kan mijn hoofd niet helemaal achteruit draaien. En ik heb ook geen zin om mijn hele stoel om te draaien ervoor. Maar we moeten dit gaan inzaaien, maar er zit al wat op. Er zit al gras. Dat moeten we dan toch oogsten of niet? En weet je wat ik me nu nog bedenk? Mijn slof ben je doof? Nou, gaat het een beetje? Nee, hè? Een beetje. Hoe krijg je voor elkaar? Wat? Nou, dat die machine hier niet in gaat. Ik gooi die drone wel even in de lucht. Nee, hij gaat erin, maar gaat achteruit. Hoezo? Nou, omdat er nog niks in zit. Er zit nog niks in? Hoe bedoel je? Ja, hij moet eens gevuld worden toch, met zaden. Wat had ik vorige keer gedaan? Maakt me niet. Jawel. Er staat hier op het displaytje dat ik eerst
ding moet vullen. Oké, dan bestel ik wel eventjes wat zakken. Kijk maar, ik heb even dat ding open gedaan. Er zit ook helemaal niks in. Zaden. Nou, wat voor zaden heb je dan besteld? Nee. Gewoon zaden. Wat is handig, dat ik nu met dit ding erin ga en dan meteen inlaat, of? Ja. Dat is wel handig. Nou mensen, we zien jullie zo als dit ding weer ingaat, als dit ding weer geladen is. Nou mensen, alles zit vol. We gaan nu rijden naar het veld en dan dan gaan we beginnen met inzaaien. Kan je niet een beetje aan de kant gaan zitten? Je zit weer voor mijn spiegel. Ja, nou wat kan ik? Ik zit helemaal tegen mijn stoel aan. Die stoel die kan niet verplaatsen. Ik kan moeilijk gaan liggen. Nou, ik kan anders ook nee, laat me. Maar ik vind het wel heel irritant dat je voor mijn spieger zit. Spieger? Ja, mijn spieger. Sick. Sick spieger, bro. Gewoon overheen, joh. Kan niet wel. Nee. Ik wil het wel een beetje houden. Ja, maar dat is een band. Dat die is gemaakt om over dingen heen te gaan. Ja. En hoppa. Oh, ik moet over dingen heen gaan. Ja, ach, come on. Gast, nu verpest je het hele fucking veld van de buurman. Dat kan je echt niet maken. Jij zei dat ik over dingen heen moest gaan. Over dingen die logisch zijn, is. Beetje. Het is ook niet het meest logische dat je over een fucking steen heen gaat rijden, hè? Maar oké, weet je, daar kan ik nog wat bij voorstellen. Nou. Als je erachter vast zit. Een soort van. Maar niet over het veld. Ja, maar dat is te veel moeite. Terwijl je het ook gewoon anders kan, dan ben je gelijk klaar. Maar oké. Ja, precies zo. Hoppa, en het veld op. Maar rustig. Nee, ik doe toch rustig. Ik zeg het alleen. Want. Oh nee, vind ik goed. Die drone die is wel. Die luistert wel goed vandaag. Nou. Kabeltjes, die kan ik vanaf hier goed zien. Alles is goed. Even iets meer afstand. Klap hem maar uit. Oh, niet in de bosjes. En gewoon in één keer neerzetten. Wel een beetje recht, alsjeblieft. Zeg maar dat we niet hoe heet dat? Nu zeg maar de helft van het veld wel pakt en de andere helft niet of zo. Ja, zoiets is goed. Ja, zet hem maar neer. Ja, ook goed. Prima. Zet hem maar neer. Zet hem maar neer, Ali. Ja. En nu aan. Ja, kijk. Cultivatortje alles. En we hebben GPS op deze trekker als het goed is. Hoe bedoel je GPS? Nou, GPS. Je zet hem op de GPS, je zet cruise control aan en hij maakt een recht rijtje. Een rechte lijn. Op de GPS. Dat is iets, dat moet u nog even uitzoeken, want daar ben ik nog steeds niet helemaal achter. Ik heb het erop laten zetten, maar ik weet niet hoe het werkt. Moet nog een keer aan de dealer vragen. Gewoon even over het stukje land van de buren. Ja, staat je netjes. Nou, het is toch geoogst, joh. Het is toch geoogst, ze doen er nu toch niks mee. Ja, oké.
Je kan ook overdrijven. Nou, ik moet toch even omkeren. Wat doe je? Ik druk de verkeerde knop aan. Hij staat niet aan. Nee, ik had hem aangezet. Oh, wacht, ik zie al wat het is. Staat hij naar beneden? Staat toch omhoog? Kijk eens. Kijk eens. Dat is goeie. Zo, even die vogels weggejaagd. Oh zo, Bluetooth. Ja, doe je zo. Ja, precies, ja. Nou. Jongens, je komt even een timelapse aan. Dat wij hier zo bezig zijn met het inzaaien. Gaat dit goed? Ja. Mooi mensen, we zijn weer helemaal klaar met het veld. Dit is dan ook bijna het einde van deze vlog. Jullie hebben kunnen zien hoe dat wij dit allemaal hebben ingezaaid. Jullie hebben kunnen zien hoe wij natuurlijk deze machine hebben gevuld en alles. Deze vlog heb ik niet heel veel gedaan, maar wel genoeg. Ik heb vooral wat gedaan. Nou, jij hebt vooral wat gedaan. Ik heb niet zoveel uitgevoerd. Mm-hmm. En jullie hebben natuurlijk kunnen zien hoe dat wij de nieuwe combine hebben opgehaald. En jullie hebben gezien dat ik dat ding even ook. Kan je even de kamer van de drone zetten? Dan kijken ze niet te zien hoe goed ik kan inparkeren. Jawel. Nee. Nou, dat gaat toch helemaal prima. Nou, nu staat hij. Nog wel. Hij staat. Klaar. Lekker zo laten staan. Hoppa, afkoppelen die handel. Toppie. Nou mensen, dat was hem. Drone die haal ik zo wel uit de lucht. Maar Dave, doe jij weer het afsluitertje of doe ik hem? Doe jij maar. Ik ben even bezig met dit ding te pakken. Is goed. Nou mensen, bedankt voor het kijken allemaal. Jullie hebben natuurlijk de nieuwe graafmachine vandaag kunnen zien. De nieuwe combine. En natuurlijk hoe dat wij hebben ingezaaid. Nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En tot de volgende. Later. Wacht even. Wat is het? Ik wil nog wat laten zien. Oh, hij wil nog wat. Nou, niet later dus. Dit. Auw joh. Auw. Ah. Gast. Mijn poot, ik spring er nog net overheen, maar auw. Halve tanden. Nou, mensen. Later.